Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij Koers Kijken met Elroy op deze zaterdag 2 april. Yes, een nieuwe week, een nieuwe maand. En dat betekent dus nieuwe candles. Geen nieuwe week natuurlijk. Maar in ieder geval, wat kunnen we dit weekend verwachten? Wat kunnen we verwachten van de hogere tijdframes? Even kort door de bocht. Uh, dat gaan we vandaag allemaal meenemen. Mocht je dat leuk en interessant vinden, duimpje omhoog goed dit. En natuurlijk. Is deze video niet bedoeld financieel advies, enkel bedoeld voor educatieve doeleinden. Laten we niet langer wachten, laten we lekker switchen. Goed, um, dat wij een reactie hebben gezien op een, een, ja, een belangrijk level, een level wat bepaald kan worden door een fake-out of niet, dat we daar een reactie hebben gezien, is toch wel zorgelijk. Maar, toen we daar die reactie kregen, wisten we ook weer support te houden op de belangrijke supportzone. Van deze welbekende ascending triangle. In ieder geval het is een hele belangrijke uh, support level. Zoals we hem hier zien. Dit is dan je trendline. Uh, een mooi, mooi triangle hierin. En uiteindelijk zijn we omhoog uitgebroken. Maar omdat de move in het weekend was gebeurd. Vorig weekend om precies te zijn. Ben ik wel wat huiverig. Het zou dus wel kunnen betekenen dat het misschien een fake out is. Nou goed. Um, we hebben... Support gehouden op het belangrijke level, dus tot nu toe is het geen fake out. En ja, kunnen we eigenlijk verder omhoog kijken zolang deze low houdt? Ik wil er ook gelijk bij benadrukken: zolang deze high niet breekt, ja, is het gewoon uh, ga, Zullen we hier tussen rangen en uh, wellicht gaan we dan een driehoek maken, pennend, een pennant, beetje zoals op deze manier is uitgetekend. En zullen we loop volgende week zullen we een. Ja, zullen wij duidelijkheid krijgen wat Bitcoin precies wil en gaat doen? En dan heb ik het natuurlijk over de breakout omhoog of de breakout naar beneden. Al met al de fake-out natuurlijk. Dus dat is een beetje het plan voor het weekend. Lekker kort door de bocht. Prima. En voor de rest op 4 uur tijdframe zie ik niet uh, heel iets denderends. Alleen mooie mooi bullish signalen. 6 uur ook mooie bullish signalen. Zoals hier tussen. Uh, hier tussen zie je een hele bullish divergentie overduidelijk. Dus dat is super. Dus er is ruimte om omhoog te klimmen. Um, dus ja, die ziet er prima uit. 12 uur is ook redelijk afgekoeld, Ook niet heel veel iets bijzonders. Gewoon sterk eigenlijk. Um, en daily is ook gewoon nog sterk. Maar ik wil je gelijk ook benadrukken over alle tijdframes. Zolang we onder die high zitten, is er, zitten we gewoon in een range. En zolang we Boven deze low van 44.400 zitten. Ja zitten we gewoon hier tussen. En wat daartussen gebeurt. Dat kan alle kanten op. Het is weekend. Het kan trappies up en down. En we kunnen hier sideways range. En er zal niet heel veel in mijn optiek gebeuren. Dus hoop ik tenminste. Hoe langer we blijven hangen op support. Hoe sterker het is natuurlijk voor een balans omhoog. We moeten echt aan de structuren straks gaan lezen. Of het een breakout naar beneden gaat worden. Of een breakout omhoog gaat worden. Dus dat is echt wel Key. Key. Key wekelijks tijdframe print wel wat zorgelijk op dit punt, moet ik eerlijk zeggen. We hebben nog wel een dag en 18 uur om te sluiten, maar het begint een beetje op een doji te lijken. En mijn fake-out-chart ziet er zo uit. Zo, zo, zo. En dan alsnog, die 52k. Zo heb ik hem ongeveer in mijn hoofd. Zul je wellicht de welbekende dubbelbodem creëren? Dat is iets waar ik voor nu simpel gezegd gewoon naar kijk. Ehm... Dus ja, zolang we boven die 44.000 blijven, is er niks aan de hand. Als we 44.000 verliezen, dan ga ik dus echt voor dit scenario en dat we gewoon weer kunnen zakken naar 36.000. Ja, dat is echt worst case. Maar goed, zolang 44.000 houdt, is er niks aan de hand. Kunnen we gewoon omhoog kijken. Um, nou, goed dat gezegd hebben over het wekelijkse tijdframe. Ik wil ook even naar maandelijks tijdframe kijken, want maandelijks tijdframe zie je nu dat we twee keer een groene candle hebben hier. Um, met eigenlijk een soort van continuation beweging. Dus dat ziet er prima uit. Gepaard met die bullish divergentie op het maandelijkse tijdframe. Ja, de dus toch die we omhoog wijzen. Het ziet er prima uit. Um, zolang Madly, zolang maandelijkse candles sluiten boven de 38.500, is er niks aan de hand. Als we zakken. Deze maand. En we zakken gewoon naar wat ik net zeg: het fake-out level. Maar we bouncen alsnog weer. En we bouncen gewoon weer omhoog. En we sluiten de volgende Montly gewoon boven die. Nou ja, zeg eigenlijk boven de 43.000. Is er niks aan de hand? Lagere tijdsreis moeten we niet verwarren met hogere tijdsreis. Maar de monthly ziet er voor mijn optiek ziet er prima uit. Um, wellicht zou dit een beetje een, een run kunnen zijn voor he, aankomende maanden. Dat betekent dat we dan misschien einde van het jaar. Of ja, einde van het jaar ongeveer plus minus die breakout gaan krijgen bij 50.000, 60.000. Dat is een beetje iets waar we naar kunnen kijken. Maar goed, dat is heel ver vooruit, dat is echt mantling. dan bewaar ik je liever voor bij mijn lange termijn video op mijn eigen YouTube-kanaal Elroy Ryan Crypto Investeren. Goed, dan, uh, nou ja, dan hebben we eigenlijk zo het verhaal wel helder. Uh, voor dit weekend dus verwacht ik niet heel veel geks. Uh, er is wel ruimte om omhoog te gaan, dat wil ik benadrukken. Alleen, ik verwacht dat we dan doorstijgen naar 47.700. En dan alsnog weer gecorrigeerd een beetje ABC trapjes omhoog gaan creëren. Goed, um, dit is dan het set-up idee uh, waar ik naar kijk. Wil je ook mijn eigen Discord kanaal joinen om meer van dit soort updates dagelijks te krijgen. Natuurlijk de quality, uh, the charts high quality. En natuurlijk ook gewoon laag tijdframe analyse. Ook van Ethereum. Bijvoorbeeld Silica waren we afgelopen week heel erg actief mee. En de B natuurlijk met mede-crypto-traders die ook uh, aan het d zijn op verschillende coins. Wil je dat? Join het premium Discord-kanaal van het cryptohuis.nl. En ik hoop je daar te zien. Natuurlijk is deze video ook niet bedoeld voor financieel advies. Enkel bedoeld voor educatieve doeleinden. En ik wens jou heel veel plezier en een goed weekend toe. Ciao, ciao.